Het magistrale plan van de VVD. Hè? Iemand moet dat toch bedacht hebben. Zo is dat in een soort, soort vergaderingetje of zo. Ja. Je ziet ze zo, ziet, ziet, zitten zo'n zaaltje van Van der Valk. Ergens in het oosten des landes. Ik heb geen idee. Hoe denk je dat nu de sfeer is daar, bij de VVD? Vreselijk. Echt verschrikkelijk. Echt, dat, is, dat, dat moet. Dat, dat, is, dat is heel langzaam zink, ding, daalt natuurlijk in de gruwel van wat zo overkomen is. En, en, en daarbij natuurlijk de vraag, is hier nog iets aan te doen? Zijn we nu veroordeeld om voor, voor twee decennia rond de twintig te hangen? He, waar we ooit vandaan kwamen, waar we zo fantastisch aan ontsnapt waren in de, in de Ruttejaren. Nee, die, dat, dit moet echt een grafstemming zijn. Eh. Een graafstemming eerste klas. Denk je dat dat document van Klaas Dijkhoff nu van stal wordt gehaald? Wat hij destijds heeft geschreven voor de nieuwe liberale koers. Wat in de la is uh, terecht is gekomen. Nee, ik weet niet, wat stond daar eigenlijk in? Nou ja, hij heeft toen destijds een, een stuk geschreven van we moeten dat liberale stuk, moeten we echt weer meer lading geven. He, dat is nu uh, ook door alle Rutte jaren, is dat, heeft dat niet echt een heel duidelijk profiel. Daar moeten we met z'n allen over na gaan denken. hij heeft een voorzetje gedaan destijds. Ook om, om de, daar wat rechtse karakter weer aan te geven. Ah, oh. Ja, moet de VVD naar rechts? Want dat is, iedereen zal nu zeggen. De VVD moet naar rechts. Kijk naar wat er nu gebeurd is. Terwijl ik zou zeggen, de VVD moet naar links. Naar het centrum. Ja, maar op rechts want zijn Want ze... de, de, de VVD is. Nou ja, je hebt van die mensen die in een ontzettende faux pas begaan in hun leven. Hè? Ja. Maar die, die toch te redden zijn. Die, die, als je met ze gaat praten. En, en, Geef ze een stroopwafeltje, dan, dan is er wel iets te regelen, denk ik. Ik zou zeggen, zoek het meer in de... Eh, kijk, op rechts, weet je zeker dat de PVV het beter kan? Dat hebben ze nu namelijk ook zelf bewezen, dat ze het beter kunnen. En Nadat ze door de VVD zelf aan de mogelijkheden zijn geholpen. Dus zoek het dan eh, naar de... Ja, je begrijpt dat is ook allemaal een beetje, hoe heet het ook weer, whistling in the dark. Ja. Dat ik alleen maar van die Engelse uitdrukkingen weet te verzinnen, van al die dingen. Dat geeft ik ook te denken. Ja, dames en heren, nou, hier zie je ook het aftakelen van de Nederlandse cultuur. Al die, al die afschuwelijke intellectuelen die maar Engelstalige boeken lezen en zo. Dat moet ook verboden worden, gewoon. Weg daarbij. Uh, hoe was ik op dit thema gekomen? Uh, nee, ik, ik hoop natuurlijk dat het, dat het midden versterkt kan worden. Ik bedoel, dit. Ik heb niks met radicaal links. Ik heb helemaal niks met radicaal rechts. Dus je moet kijken wat. Nou ja, ik zou zeggen: kijk eens hoe ze het in Polen gedaan hebben. Probeer dat midden te organiseren, iets te vitaliseren ook. Het maakt er nu toch wel een beetje een, een, een krachteloze indruk. Daar hebben we dan toch, zijn we het toch wel even eens. Uh, dus ja, daar, is, daar zou ik op mikken. Maar rechts is, de VVD is natuurlijk op rechts wel het enige uh, verstandige alternatief. Als je naar Forum kijkt, je kijkt naar de PVV, die zijn er Daarom, laat, laat Forum en de PVV, eh, laat die in hun eigen sop gaan koken. Daar doen we toch niks meer aan, dat zijn verloren zielen. Dat kan. hè. Dat heb je toch. Dante in die, in die hel afdaalt, in de onderste kring en zo. Um. Maar eh, ik denk dat de VVD wel te redden is als liberale partij. Zo zijn ze ooit begonnen. Hmm. Weliswaar moesten ze toen ook niks van de PVDA hebben, maar goed, zo zijn ze toch wel een beetje begonnen. Ja. Oud stond altijd bekend als liberaal. In mijn familie stemde iedereen VVD. Ja. Laat ik dat maar bekennen, maar je stemde oud. Ik heb mijn, ik heb mijn ouders nooit horen zeggen van gaan, we gaan VVD stemmen, ze stemden op oud. Ja. En het idee was dat oud een, een man van fatsoen en aanzien was. Maar mensen zullen zeggen, ja, dat is wel heel erg oud. Ja, ik geef het toe. Ja. Maar ja, ze weten hoe oud ik ben. Hè? Maar ja, een beetje kennis van de geschiedenis is ook niet gek, toch? Nee. Kijk, je inspiratie is uiteindelijk. Van wie had, wat, had, had Rutte een foto'tje daar achter hem staan in dat, in dat afschuwelijke burgerlijke torenshow? Maar goed, een foto van Thorbecke. Thorbecke was niet radicaal rechts en zeker ook niet radicaal links, maar hij was wel een serieuze liberaal. Wat Leers trouwens nog zei is, leg alle afspraken vast, ook in, de, in het gedrag tussen met Wilders. Hè? Dat was ik nog vergeten te zeggen. Hè? Dus oh. hij zei tegen iedereen die met de mensen heen gaat, spreek ook af hoe die daarna naar buiten toe gaat. Uh, en, uh, oh. hoe en dat is al een, uh, <laughs> een vertrouwensfoto in de eerste klas, kun je wel zeggen. Ja, dat ja. zei hij. Maar hij zei wel, het is een aardige man. En uh, nou ja, goed, uh, hij, hij zei ook van hij heeft nu wel uh, de problemen die er in de samenleving spelen, heeft hij het beste kunnen adresseren. En ja, het is heel uh, ja daar, ben, daar ben ik, ik weet niet of dat zo is. We zijn toch wel een beetje opgejut over dat migratievraagstuk, ja. wat naar mijn idee helemaal niet. Maar met Timmermans is het is. niet gelukt. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Omdat hij omdat te vriendelijk was. He? Omdat hij aardig ja. wou zijn. Omarmend was het ook weer. Met de boel bij elkaar. Ja. Houden. Dus het is dus een fout die hij gemaakt heeft. Ja, ik denk dat hij om zich verkeerd beoordeeld heeft. Ja, dat denk en en Wilders dus ook. Ja. Maar goed, het kan zijn dat Omzicht, als die in het kabinet gaat zitten, wat geleid wordt door Wilders, dat zijn ballonnetje wel heel snel lek geprikt wordt. Ja, of Omzicht weet met Wilders iets af te spreken, omdat Wilders toch ook denkt van, want dat heeft hij ook gezegd, zware verantwoordelijkheid, we gaan niets doen wat zou kunnen. Daar heb ik ook al ges over gespeculeerd. Kijk, dan betekent dit dat uh, Wilders zijn hele partijprogramma afgezien van een sociaal onderdeel. Door de wc trein. Ja, maar zijn achterband vindt dat niet zo erg, denk ik. Nou, dat zou ik wel opmerkelijk vinden, want dan moet je, begin je wel af te vragen waarom ze godsnaam op hem gestemd hebben ja, in de denk afgelopen dat, tien jaar. Ik denk dat de achterban het niet erg vindt als de NPO niet afgeschaft wordt en als de Korans gewoon blijven en als de moskee blijft. Nee, dat, willen... dat zou best kunnen, maar waar gaat het die achterban dan eigenlijk wel over? Nou ja, dat, dat ze weer een huis gewoon normaal kunnen krijgen en dat ze de boodschappen weer iets beter kunnen betalen. Dat zijn die thema's waar. En dat de ziekenhuizen open blijven. Ja, maar goed, dat, dat had ook de linkerzijde had je ook kunnen stemmen. Daar hebben ze dat... Die woede, die woede is wat anders. Het, ook het idee natuurlijk dat je dan bent wilders wel huizen kunt krijgen, dames en heren, dat, dat die illusie moet u toch vooral niet hebben. Kijk, wil, willen we hier in Nederland voldoende huizen bouwen? Dat is een lange termijn project eerste klas. Aangezien we de hele infrastructuur om dat te doen hebben we onder leiding van de VVD afgebroken. Ja. Maar goed, als we even doorredeneren op omzicht, Hij wil verantwoordelijkheid nemen. Stel dat hij dan met Wilders wel uitkomt. Dan zou dat ook positief op Wilders kunnen afstralen. Bijvoorbeeld doordat ze zeggen, nou ja, je zaken kabinet wat je kunnen. wil. Ja, dan, dan loop je dus, dan loopt de VVD het gigantische gevaar. Dat de PVV zich ontwikkelt tot een, tot een nieuwe VVD. En laten we zeggen dat een redelijke PVV zich ontwikkelt tot een nieuwe VVD. En dat, dat de VVD die nu dan nog 24... Dat die inderdaad, net zoals jij al zei, lang, aan een langzaam verschrompelingsproces ter, 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 Waardoor we tenslotte over, wat zullen we er eens van maken, 10, 15 jaar of zo. Niet waar hebben we nog twee van die, van die, van die dwergpartijtjes. Eén geleid door een bejaarde bontebal. En de andere door een bejaarde Jesselkus. Niet waar die dan samen dus, wat zullen we er eens van maken, 15 zetels hebben. He? Zeven voor het tweede jaar. En acht voor de, acht voor de VVD. Wat? Nee, ze moeten natuurlijk wel zorgen dat ze, dat ze dit gruwelijke lot... dat ze dat niet zullen ondergaan. Wat kan, kan voor Wilders een oplossing zijn... het zakenkabinet wat om zich zo graag wil? Met vakministers die dus op, uh, op afstand staan. En, en, en ook eventueel... Ja, maar dat zijn dus geen lui die... Uh, die uh... Die door Wilders uh, zullen worden geselecteerd neem ik aan. Nou ja, maar dan kunnen, kunnen ze toch een deal maken dat ze zeggen: Wilders blijft ook in de Kamer zitten. Dus ze kiezen ook een premier. Uh, eigenlijk wat omzicht heeft gezegd bij Buitenhof uh, vorige week. Denk je, dat, denk je dat Geert daarvoor is nog gaan? Ja, volgens mij heeft hij... Zoals Zo'n een ongelofelijke controlfreak als Geert Wilders is. Nee, 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 nee. Nou ja, maar je kunt ook zeggen: omdat hij een controlfreak is, blijft hij in de Kamer. zodat hij die gekken allemaal onder controle kan houden. Ja, maar dan moet hij ook zijn hele partijprogramma ingrijpend wijzigen. Dan moet je ook aan zijn achterban uitleggen. Nee, mensen, we gaan niet uit de EU. We gaan niet terug naar de Gulden. We gaan de Oekraïne gewoon helpen. We gaan uh, de energietransitie gewoon uitvoeren. Kortom, eigenlijk bestaat de PVV helemaal niet afgezien van laten we zeggen, een wat sociaal-medische kant die Fleur Agema zal kan runnen. Dat zie ik nog niet zo gebeuren. Ja, maar ik denk dat die mensen juist op hem gestemd hebben omdat hij zich wat milder heeft opgesteld. En dat, dan denken ze, oh, die, die standpunten die hij noemt, dat moeten we niet zo serieus nemen. Nee, dat is in dit geval, denk ik, in dit, dit, in, dit, in dit geval wat ons nu, dat kan ik me dat voorstellen. Maar is dat volledig afhankelijk van het falen van de twee andere eh, populistische ballonnetjes, namelijk de BB-beweging en Omtzigt? Want waar dacht je dat al die stemmen van hem vandaan kwamen? Die komen voor een groot deel natuurlijk van die BB-bewegingen. Ja, maar ook van de VVD voor een deel? Ja, 17% van de VVD. Die ken ik, die VVD'ers. Ja. Want die, dat, die hebben natuurlijk. Uh, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in al die andere dingen. Die willen gewoon. Een, en daar kan ik maar één oorzaak voor zien. Namelijk dat, dat wonderlijke probleem dat we in Nederland doodsbang zijn voor immigranten. Nou ja, maar als je in Budel woont en je hebt, uh, je hebt daar die, die overlast uh, iedere keer om de hoek. Dat kan ik me wel voorstellen dat je dan gedreven ja, okay, wordt naar zo'n partij. dat is ook. Dat zijn lokale problemen. Maar dat zijn geen nationale problemen. Behalve als ze dus voortdurend in de krant of op de televisie zijn. En, en hoe heet het daar in, in, in Groningen? Of wat is het, Rente? Ja. Maar ook dat die, is gewoon georganiseerd, daar ben ik vast van ja, overtuigd. Maar deze mensen zullen ook gedacht dat, hebben: dat wordt voor die crisis wordt gewoon, dat crisisbrandje wordt gewoon brandender gehouden. Maar als de spreidingswet er was gekomen, dan waren die problemen ook misschien op andere plekken. Ja, die arme op... man met die spreidingswet, weet je wel. Een VVD'er. Ja, een VVD, ja. En wie hebben er tegen gestemd? De VVD. Ja. Nou ja, is de, is de spreidingswet, die moet nog door de Eerste Kamer, toch? Nou ja, kijk, jouw scenario dat kan, maar dan wordt de PVV dus de nieuwe VVD. Dan, dan deradicaliseert de partij en wordt die een nieuwe VVD. Ja. Maar dat zal, dan ontstaat er vanzelf weer een nieuwe radicale rechtse partij ter, ter rechterzijde ja, ja. van de, degera, de deradicaliseerde. Ja. Want niet voor niks er is in Nederland kennelijk behoefte aan een partij die radicale standpunten ja. uitdraagt. Ja, ik ben met je eens, je moet nog maar Want zien. jij, dat jij zegt dat dat van de meeste van die stemmers, die hadden geen idee dat ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar er zijn wel degelijk massas mensen die ook uit de EU willen. radicale. Nou, die ik denk radicale, wel dat die in de minderheid zijn. Ja, die is waarschijnlijk een minderheid. Maar dat zijn wel de lui die op Wilders zijn blijven stemmen in de afgelopen 10, ja. 15 jaar. Klopt, maar ik denk dat zij het minder erg vinden als hij die standpunten laat vallen. Ik denk dat Wilders heel helder heeft welke standpunten hij overeind moet houden en welke, en welke die kan laten zijn. Wat gaat hij dan overeind houden? Nou, dat zijn vooral die dingen die dus de dagelijkse praktijk van mensen raakt. Dus de boodschappen, de woningen, de zorg. De sociale kant. Oké, okay, dat zou kunnen. Maar dat is, dan, dat is het enige wat van zijn hele programma overblijft. ...is het feit dat de uitkeringen omhoog gaan. Dat denk ik. En heeft de AOW... Dat leeftijd, wilde ja, natuurlijk... dan, hadden, dan hadden die mensen allemaal net zo goed... ...op GroenLinks en de PvdA kunnen stemmen. Ja, maar die hebben dat blijkbaar... Nee, die hebben dat niet voldoende gepolitiseerd misschien. Dat is waar. Ja. Maar ik denk toch dat er... Ik, ik zou dat graag onderzocht zien. Want eh, dat suggereert toch dat de hele migratie-issue... nauwelijks een rol zou hebben gespeeld. Daar geloof ik niks van. Migratie is natuurlijk toch expres opgepompt. Het was een van de drie Met, thema's... Daarvoor, daarvoor, daarvoor zijn mensen extra bang gemaakt. Uh, ja, ik denk toch dat dat, uh, dat wel, eens... wel degelijk een, een heel warm punt is geweest. Het was een van de drie punten die uit dat onderzoekje wat ik heb gezien kwam dat naar voren. Volgens mij was het een van de die het onderzocht had. Ja, en dan wordt natuurlijk Geert ge 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 enorm kwetsbaar als hij er niet in slaagt om natuurlijk die sociale issues te organiseren. En B... Het is maar zeer de vraag of het zal blijken dat hij aan die immigratie iets kan doen. Aangezien dat natuurlijk pas op een serieuze manier aangepakt kan worden als het Europees wordt aangepakt. Want het is net wat je zegt, die lui die komen aan in een bootje in Italië. Dan kan het zijn dat Meloni erin slaagt om ze allemaal weer verder in een bootje te laten varen naar Albanië. Maar we komen natuurlijk op allerlei punten in Zuid-Europa immigranten aan. En ja, die landen hebben er allemaal een zeker belang bij om ze door te laten reizen. En dan komen ze bij ons. Ja. En wat gaan we dan aan de grens doen? Gaan we daar dan een eh, soort van concentratiekampen oprichten of zo? Dat ben ik wel benieuwd. Ja. Want ze zijn er dan wel. Ik begreep nog van de, dat had nieuwsuur die ze vertelde dat dat Wilders bereid is, eventueel. Uh, dat hij dat zelf geen premier wordt om je zilkes aan boord te halen bij het kabinet. En dan tegen haar te zeggen: dan mag je ook de premier worden. Of ze dat willen, is een tweede, maar wilde zou zo zover, zegt Nieuwzuur, willen gaan. Ah. Nou, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Het lijkt mij eerlijk gezegd, voor je zielkens en voor Geert, uh, een enorm risico. Alles wat je verder met de, met de PVV doet, is een risico. Die, die Gert Leers is niet gek. Die, die... Geert Wilders is een risico. Omdat hij die, die, die toch, denk ik, vrij, vrij gewetenloos denkt vanuit zijn eigen positie. Ja. Maar het zou kunnen. Nou, denk jij dat Jezel dus dat zou doen? Met, met Wilders in de kamer? Die, die, in Vervakken, we hebben het erover gehad. En aan de overkant zit dus er geen. Die op elk denkbaar moment een eind aan je bestaan nee. kan maken. Dan zullen ze Als... hele stevige afspraken dan over maken? Ja, en dan is alsnog maar de vraag: gaat dat afspraken. goed? Afspraken. Er moeten hele stevige afspraken zijn. Die allemaal gepubliceerd worden in rode inkt. met zes handtekeningen eronder en zo. En dan nog. Ja, dan nog. Nou, le Leers zij letterlijk: This Wilders is een wolf in schaapskleren. Zei hij dat? Ja, dat heeft hij in dat interview nou, gezegd. Nou, ja, ik moet zeggen dat ik eh, dat wel met hem eens ben. Yeah.